Ik ga u de vraag niet goed begrijpen. Met Griekenland ben je nog niet in München. Ondernemer zoals ik ben. De grootste kant van LA, dat is die LA Times, die doen het dus niet zo goed. Maar ik zeg dus alleen dat ik dus wel heel duidelijk een verstandige redenatie heb waarom ik iets doe. Ik ben een simpel denkend mens. Het is voor ons dus een hele eenvoudige zaak. Ik heb dus een stuk been gebroken. Hoe gek het ook klinkt, dat het niet normaal gesproken niet zit. Dat is ten ene maal is het onmogelijk. Wij hebben dus met z'n allen een joint venture. Het is natuurlijk allemaal niet eenvoudig als je dus kinderen op school in Amsterdam in Vinkeveenloot en Rotterdam moet werken. Je deelt in de baat en de lasten. En het idee dat er maar 11 spelen, dat is verleden tijd. Als ik dus bijvoorbeeld minder goed kan koppen, is het natuurlijk raar als ik zeg bij een hoge bal, nou laat mij maar naar voren gaan, ik zal er wel inkoppen. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Maar een voorbeeld te noemen. Als op een gegeven moment 2, 3 man hun hoofd verliezen, dan is het dus gebeurd en dan moet je dus op een gegeven moment een beetje ingrijpen. Ik ben een moeian. Dat weet ik. Zweet met de tak en ik heb net gedoucht. Er bestaan niet alleen negatieve dingen. Dus elk probleem, ja, heeft zijn voordeel. Als jij een mindere ploeg niet minder maakt, dan kom je er nooit. Dat je mag hem niet in je handen pakken, iemand voorbij lopen en dan met je voeten verder spelen. Dat mag dan even. Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. Maken we toen die vloed niet gaat. Ook over dingen die er niet aangaat, heb ik een mening. En die zeg ik dan meestal over het kan niet goed uitvoeren. Als wij verstand van een bepaalde materie hebben, dan moet dat gebeuren. Ik vind dat als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tegenkomen. En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkaas werd. Kijk, elk voordeel heeft een nadeel. Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus dan vaak ben ik er al voorbij en dan moet ik het nog zeggen. Dat is logisch. Het is ook logisch. Het is natuurlijk logisch. Ja, dat is gewoon een logische zaak. Dat is wel logisch hoor. Maar ja, dat is logisch. Reasons, I got my wants, still got that feeling, but I'm too old to die young now, too old to die young now, above or below the ground, yes, too old to die young now, still the good Lord might lay me down. Reasons, and I got my wants, still got that feeling, but I'm too old to die young now, too old to die young now, above or below the ground, yes, I'm too old to die young now, still the good Lord might lay me the good Lord might lay me down.